Hoe gaat het met je? Ik ben blij je te ontmoeten. Het onderwerp van vandaag is die Israëlites 42 Campings in Wilderness. Hoofdstuk 17. De auteur is Abraham Park. De dood van drie leiders in de wildernis. Sterretje voor het eerst in de geschiedenis wordt de dood van deze drie leiders in de wildernis systematisch aan de kaak gesteld. De Bijbel wijdt een aanzienlijk aantal pagina's aan het vastleggen van de dood van degenen die stierven aan het einde van de veertigjarige reis door de wildernis, net voordat ze Canaan binnentrokken. Bijvoorbeeld Korach en 250 van zijn volgelingen die in opstand kwamen tegen Mozes en Aaron, Miriam en Aaron, de rest van de 603.550 mensen geteld in de eerste telling. Met uitzondering van Joshua en Caleb, de 24.000 mensen die stierven als gevolg van het overspel in Shittim, en Mozes. Van deze overlijdensverslagen zijn de treurigste die van Mirjam, Aaron en Mozes. Zij waren grote leiders in de woestijn, die de Israëlieten ertoe brachten in het beloofde land te geloven. Toch moesten ze in de woestijn sterven. Niet in staat het land binnen te gaan dat ze zo graag hadden gewild. Hun dood, met Canaan op korte afstand, is een plechtige leer voor de gelovigen van de eindtijd. 1. De dood van Miriam, de eerste profetus, eerste maand in 147 BC, een jaar voor de intocht in Canaan. Miriam was de eerste profetus in de Bijbel, de oudere zus van Aaron en Mozes. Haar naam betekent hoog. Ze speelde een grote rol bij het redden van de baby Mozes, Exodus 2 vers 4, zong het overwinningslied en danste terwijl de Israëlieten de Rode Zee overstaken, Exodus 15 vers 20. Zij en Aaron waren trouwe leiders onder Mozes tijdens de moeilijke reis door de wildernis, Misha 6 vers 4. In Noemerie 20 vers 1 staat dat ze stierf in de eerste maand van het veertigste jaar van de uittocht een jaar voorafgaand aan hun intocht in Canaan. In Noemerie 20 vers 1 wordt benadrukt dat ze stierf in de wildernis van Zin, dat is Kades. Miriam zong prachtige lofzangen toen de Israëlieten de Rode Zee overstaken en vol hoop was over het beloofde land, maar helaas stierf ze in Kades in de wildernis van Zin, Noemerie 20 vers 1. God stond Miriam toe om 38 jaar van de reis te leven, maar liet haar de ernstige gevolgen van haar zonde betalen, slechts een jaar voordat ze Canaan binnenging. Als eerste hoge priester en eerste profetes waren Aaron en Miriam ervan overtuigd dat ze dezelfde openbaringen van God ontvingen als Mozes. God hoorde echter wat Aaron en Miriam tegen Mozes hadden gezegd en riep plotseling de drie mensen bij elkaar. Noemerie 12 vers 4. Hij daalde neer in een wolkolom en ging in de deuropening van de tent staan. Hij riep Aaron en Miriam naar voren. Numeri 12 vers 5. Hier openbaarde God dat hij verscheen en rechtstreeks tot Mozes sprak. Hij prees Mozes als een trouwe dienaar en herbevestigde voor hen dat hij alleen Mozes als geestelijk leider had gekozen. Noemerie 12 vers 7, niet zo, met mijn dienaar Mozes. Hij is getrouw in mijn hele huis. God zag Mozes, Aaron en Miriam niet als op hetzelfde niveau. Mozes was de enige middelaar tussen God en zijn volk en was, als God, voor Aaron en Miriam. Exodus 4, vers 16: Bovendien zal Hij namens U tot het volk spreken, en het zal geschieden dat Hij voor U als een mond zal zijn. En U zult voor Hem als een God zijn. In Exodus 4, vers 16 verwijzen de woorden Hij en Hem naar Aaron. Dus Mozes was als God voor Aaron. God trok een duidelijke lijn. In Exodus 7, vers 1 zegt God ook: Zie. Ik maak u tot god voor farao en uw broer Aaron zal uw profeet zijn. Mozes was als god voor farao, maar Aaron was slechts een woordvoerder van Mozes. De daad van Aaron en Miriam om zich uit te spreken tegen Mozes was uiteindelijk een daad van betwisting van het goddelijke leiderschap dat aan Mozes was gegeven. Het wordt als een zware zonde beschouwd omdat het een daad was van minachting van het door God gegeven gezag. In plaats van te vragen naar de rol van het huwelijk met de kuschitische vrouw in Gods heilsplan, gebruikten ze de gelegenheid als een excuus om zijn gezag aan te vallen. Hun ambitie weerhield hen ervan na te denken over Gods werk. Ze dachten alleen aan het werk van de mens. Ze dachten alleen maar aan hoe ze zichzelf konden verheffen in de ogen van de mensen. Het resultaat van Miriam's ongeloof. God was boos op Aaron en Miriam en ging van hen weg. Op dat moment werd Miriam melaats, zo wit als sneeuw. 12 vers 10. Melaatsheid staat symbool voor Gods vreselijk oordeel. Zowel de trotse koning Ussia 2 Kronieken 26 vers 19 als de hebzuchtige dienaar Gehazi 2 Koningen 5 vers 27 werden met melaatsheid geslagen. Alle Melaatsen werden naar de buitenkant van het kamp gedegradeerd. Leviticus hoofdstuk 13-14. Met lepra geslagen worden en buiten het kamp worden afgevoerd, moet voor Miriam een tijd van persoonlijke crisis zijn geweest. Aaron was hiervan getuige en had snel berouw. Hij erkende en respecteerde de geestelijke autoriteit van Mozes en zei: O, oh, mijn Heer, ik smeek u, reken ons deze zonde niet toe. Noemerie 12, vers 11. Het woord Heer dat door Aaron wordt gesproken is Adon, hetzelfde woord dat door een dienaar wordt gebruikt om een meester aan te spreken. Aaron gebruikte ook het woord smeken bi, om Mozes te smeken. Eindelijk bekeerde Aaron zich van zijn trots en erkende Mozes volledig als de enige geestelijke leider. Mozes berispte Aaron en Mirjam niet omdat ze tegen hem spraken. Hij bad alleen tot God namens Miriam, zodat ze zou worden genezen. Noemerie 12 vers 13. Mozes was een zeer nederig persoon. Noemerie 12 vers 3 zegt: De man Mozes nu was zeer zachtmoedig, meer dan alle mannen die op de aarde waren. Het woord zachtmoedig verwijst naar een warm en zacht karakter. In Hebreeën is het woord anaf of anaju, wat buigen of overgeven betekent. In het Grieks is het woord praetes, verwijzend naar een wild paard dat wordt bestuurd door teugels, zodat het zijn meester gehoorzaamt. Als resultaat van Mozes' gebed bracht Miriam slechts zeven dagen buiten het kamp door, 12 vers 14. Maar gedurende deze tijd konden meer dan twee miljoen Israëlieten niet vooruitkomen, 12 vers 15. Dit is de preek van dominee Abraham Park. Reverend Abraham Park was een veelgeprezen theoloog van wereldklasse met een opmerkelijke pastorale spiritualiteit. Hij had zijn hele leven aan gebed en de schrift gewijd, nadat hij de Bijbel meer dan 1800 keer had gelezen. Gedurende zijn hele leven was hij een echte predikant die van de kerk en de gemeente hield als zijn eigen kinderen. Zijn dagelijkse schema bestond uit twee uur durende gebeden en drie uur durende Bijbelezingen, evenals voortdurende prediking en evangelisatie. Met de overtuiging dat sterven is leven, hij bad meer dan drie jaar diep in de bergen. Toen de zon onderging, deed hij niets anders dan bidden, toen de zon opkwam. Deed hij niets anders dan de Bijbel lezen. Toen, eindelijk, scheen een enkele straal van genade op hem. Door de krachtige verlichting van de Heilige Geest en door de genade van God ontvouwden de scènes in de Bijbel zich als een panorama voor zijn ogen. Deze taferelen werden opgeschreven op grote bladeren van pijlwortels die met een takje waren vastgebonden. Ze werden later om de paar maanden getranscribeerd op papier dat in een dorp onder de berg was gekocht. Zo begonnen de preken van Abraham Park. Veel mensen zijn als volgt onder de indruk van dominee Abraham Park. Hoe kan een persoon zoveel mensen lief hebben? Hoe kan een persoon zo'n grote impact hebben op zoveel mensen? Hij is zo hardwerkend. Rust nooit. Hij hield nooit op met bidden. Hij verdient het om echt geëerd te worden voor zijn inzet voor de kerk en de gemeente. Een echte en trouwe werker van God.